We gaan beginnen. Ja. Nou mannen, succes. Succes allemaal. Zier. Ah, oh, ik kom niet van mijn plaats af, joh. Dan was ik niet. Ik durf niet. Ik kan smash meteen doen, links, rechts, links. Ja. Helemaal dat Kips op zijn best deed om mij netjes in te halen. Dat mag geen schade, hè? Nee. Ik heb het snijd door het veld als een mes door warm, ja, met een warm mes als boter. Jezus. Oh, ik heb zo'n slechte start weer, hè. Zo is niet. Oh, wat een moment. Niels, doe je nou, joh? Kunnen hebben. Nee, ik zat helemaal aan de binnenkant, dus ik wist niet zeker wanneer ik nou precies moest rennen, want dan heb je zoveel minder overzicht erin. Ja, fair. Zeg je opeens die spant voor mijn neus? Heel druk, hè? Ja, ik zeg het. Die Cavs gaat als een malle jongen, niet normaal. Ja, gaat wel lekker. Alsof het nooit weg is geweest. Zo, kleden een keer. Hallo, Miel. Ja, ik had mijn geld gewoon. Tering, ben ik al normaal. Ik zie al een machine van de achterkant van de grid afkomen. Godverdomme. Wat is weer een wering put exit hier? Oh. Oké, DRS is now available. Oh. Penalty, godverdomme. Ja, ik ga zo penalties krijgen. Kutte. Zonde. Maar dat is pas de tweede warning. Ja, ik vorige week ook. Ja, als, ja, als het maar erg genoeg opvalt. Als het erg genoeg is, is dan. Wel mooi, eentje gaat veel te wijd. Iedereen gaat wijd. Ja, je volgt elkaar toch wel op een of andere manier. Toch een beetje altijd. Oh, sorry, ik heb. Oh, nee.
Kut, nou, dan hebben we de eerste XC crack damage. Zo, wat gebeurt daar, joh? Er ging denk ik iemand over de curbs. Yes. Maar niet over normale curbs. Jawel, de normale. Van die mooie, ik denk ook van die mooie gele curbs. Dat denk ik ook, ja. Ja. Mijn god, de closing speed. Ik snap dat het nog zo clean bij jullie blijft, man. Ah, fuck. Ja, ik krijg heel clean. Ja, of jou verwacht ook niet anders, Bles. Yay, Magic No Liver, dankjewel voor die sub. Appreciate it. En dat is mijn eerste track limit. Wij bij Bob 2? Ja. Ja, dat had ik hem ook. Nou, maar cheaters zijn niet. Daar waren jullie weer voor. Ja, daarom is goed blast. Is goed blast. Als jij dat wil geloven, helemaal goed. Dat is jouw realiteit, dus dat is jouw feiten zijn. Kut. Je bent gewoon in de auto neer, jullie. Ah, sowieso, ja. Enjoy, wat ben je allemaal aan het doen, joh? Hop. Te laat remmen. Ja, kapot. Oh, jongens. Kapot? Ja. Ah! Safety car, oh, veel zon. Zit je er nog wel in? Nee. Ah. Ik liep bij die doordraaier die bijna voorgaat, dus ging net weg. Net iets te snel erin. Misschien moet je iets voorzichtiger rijden. Huh? Ja, dat is zijn. Kom, ik ga weer oefenen, denk ik. Ik heb al een half uurtje geoefend of zo. Ja. Dat is sowieso een goede tip, denk ik dan. Ja. Ja. Uurtje is wel weinig. Nee. Mijn audio is het denk ik kut hoor. Maintain positive delta until the green flags. Die rijdt back, boys. Kom even op de dingetjes regelen, snel man. En dan kom ik ook in de boys. Gewoon een drive-thru gekregen. Echt, gasseus? Yep. Ah, dat is om het eerlijk te houden tegenover ons. Ja, want achteraan starten was al niet eerlijk genoeg, toch? Ja, daarom. Hij heeft nu al een, een disadvantage van 6 seconden tegenover Sinion gekregen. Omdat hij nog achter moest komen.
Ho, wat is het? Op Lefkos gaat jij maar eerst binnen, hè, als je zicht op tijd hebt. Ja, is goed. Ja, zo'n bocht is zo kut als je achter iemand zit, hè. Oh ja, dat vind ik juist chillen, man. Nee, ik rij hem toch liever zelf gewoon. Krijg je daar warnings voor, Enjoy, wat je daar doet? Nou, dit net niet, maar net wel. Nou, ik durf het dus niet zo goed, omdat ik net er al een warning. Nou, ik moet sorry, niet stoppen. Express. Bandjes worden slecht. Ja, dat begin ik ook wel een beetje te merken. Mooie uitzichten, hè, Alvest? Ik denk dan altijd aan Alonso. I'm fascinating you. Uh-huh. Gaat er maar voorbij, is prima.
Ik vind dat elke keer erg wijd gaan, Niels. Ja, nee, ja, ik weet niet. Dat werkt wel redelijk voor mij, moet ik zeggen. Ik ga vooral nu hier heet het wijd, omdat ik hier gewoon geen grip meer heb. Dat vind ik wel wat meer in. Ga deze ronde de pits in, alvast. Ja, dan pak ik de volgende. Zo, dat is wel heel erg hard, ja. Nou, Hammer Time Office. Let's go! Mooi, man. Voor mij is het niet meer als niks minder als een gewoon een pure afkoffer. Ja, ik moest het, man. Althans, dat was gewoon de originele strategie, zeg maar. Nou, bij mij was het ronde 12, maar ik hoorde dat jij ging. Hé, terug bij kort te staan. Ik denk dat ik niet heel hard met jou gevecht heb, dus ik weet niet waarom. Nou, je mag het wel proberen hoor, al, Smash. Ik hoop vooral dat we elkaar de baan niet afrijden. Haarlijk. Het draait wel even heel raar ineens. Heb je dat niet, Niels? Ja, het is echt heel erg wennen. Vooral, vooral hoe je de eerste bocht dan in wordt gegooid en dan die tweede bocht vind ik wel een beetje awkward. Ik ben ook aan het glijden, joh. Niet normaal. Jij bent nu op de soft gegaan? Was je gestart? Ja, Nee, mijn strategie is soft, medium. Van mij ook. Ah, oké. Ik denk dat de Alphys voor mij terecht komt, want dit is echt een waardeloze outlap. Alphys zat vast achter mij. Oeh! Een release! Wat, net nu? Ai. Ik kan niet in de game. Maar oh, mazzel. Hij komt er net weer vooruit nog. Die weet, als je alles op het volgende rechtstukje op lean kunt zetten. Ja, is precies. Nou ja, het is voor track position, dus je mag wel ook vechten. Oh, ja, ik mag vechten. Oh, leuk. Nee, joh. Ik ga het jou niet doen. Oh, Smash P4. Hé, hey, joh. Weet je wat de truc is, Blast? Je moet gewoon niet naar binnen gaan. Oh, shit. Ik heb gemist al die tijd. Ik ga in ieder geval niet voor de 1 stoppen, jongens. Dus dan weet je dat alvast. Zeker niet.
Al moet ik zeggen, het was ook geen optie. Nou, maar het is heel erg moeilijk. Dit is hier soft, als je op de soft start, is de 1 stop qua degradatie gewoon bijna mogelijk. Hm. Ik kan op mediums starten, dan gaat het. Op mediums kun je naar hard gaan en dan weet je het wel. Maar of je dat nou moet willen, is ook weer de vraag. En met de kans op safety cars? Nee, die wordt wel aanzienlijk kleiner met zo'n kleine crit. Nou, zolang bepaalde mensen meedoen, hè? Hij noemt geen namen. Of verdacht stil in één keer. zo stopt even een op mij gedaan. Geen namen. Yes! Het was wel redelijke rondjes had gereden. Ik ben mijn soft nu al helemaal aan gort aan het rijden, verschrikkelijk. Dat is wel best. Gelukkig is het niet zo realistisch als in het echt. Want dan was die outlap voor mij niet helemaal goed, want daar heb ik toch gepusht. Oh, dat is niet best. Ik zit nog net niet op die 10% van Hamilton. De halve race, met mijn bandjes. Ja, die Amazon fakers die kloppen ook voor geen meter. Nee, dat is zo grappig om te zien, die shit, man. Maar ze hebben ook allemaal, doen ook steeds meer, want dan hadden ze bij qualifying hadden ze weer iets over dat hoeveel performance een persoon uit de auto zou halen en zo met 99,5%. Ik denk, ja, wat kun je daar nou mee? Volg me maar, man. Hoe weten zij dat nou? Wat ben jij aan het doen, Niels? Nee, dat ben ik. Oh, dat jezus, ik denk al. Oh, dat verklaart de hoop. Ja, hè? En mijn banden waren helemaal naar de tyfus. Ik rij inmiddels 8 seconden verderop. Nou ja, heb ik toch even derde gestaan. En dankjewel voor die DRS. Daar heb je me echt mee geholpen. Kijk, mag ook wel een keer. Dus eigenlijk Smash werkt die tactiek toch niet. Hé, hey, ja, uiteindelijk moet je toch een keer, hè? Ja. Die rondetijden waren echt helemaal in aan het zakken. Nee, snap ik. Die binnenkant hou ik wel, Alvist. Daar hoef je niet te kijken, hoor. Nee, ben voorzichtig. 2 ronden later, crash. Als we maar geduldig blijven. Nee. We gaan geen bakkoetje doen. Hier hebben we ruimte genoeg. Baku was iets anders. Dat is zeker waar, ja. Ach, god. Iemand heeft het 50 meter bordje alweer weggereden. Ja, dat ben ik. Oh, mijn god. Ja, het begin van de rode curve is hetzelfde. Daar stond die 50 namelijk. Dat was my bad. Ik wou vanaf heel erg breed inrennen, ja. Het zijn altijd die Renault jongens ook, hè. Moeten we niet een onderzoek gaan instellen? Ik denk het wel. Tuig. Ja, het leeft maar in bij de raceleider. Goed dat we nog geen replays hebben zoals vergeten sport. Dat je alles terug kunt zien. Misschien wordt het dan toch tijd voor een Wie bestaat ook weer uit de racecommissie? Jij, ik en Smash? Oh, ik ben voor. Ik weet dat jij niet erin zit, maar voor de rest, voor mij hadden we nog een derde persoon, maar ik weet niet wie dat is. We hebben 100% een derde persoon gehad. Maar misschien moeten we daar juist voor iemand voor vragen die niet te meedoet. Ja, want we hadden sowieso 3
om zeg maar altijd een meerderheid te hebben natuurlijk qua beslissingen. Maar we hebben nog nooit echt een beslissing moeten maken, dus dat valt nee. En dan doen we gewoon een polletje in de chat. Chat is nummer 3. Misschien is op je voor. Heerlijk, nieuwe bandjes. Is chat niet coach-biased? Nee, juist niet. Nee, juist niet. Anti-coach-biased. Het is voor mij altijd een uitwedstrijd. Nou, vraag ik ook altijd op polletjes als er weer iets, als er weer een beslissing gemaakt moet worden. Elke stream is voor mij een uitwedstrijd. Je hebt het ook zwaar. Ja, zeker weten. Dit is de pace die ik wil zien, jongens. Oh, Jerry's hart speelt dan niet meer, het is weer een AI. Uh-oh. Jij is weer zover? Altijd fijn. Grootste ik kans op dat punten. Ik goed bezig was. Als verdorie. Jammer, joh. Maar ja. Wel weer meer kansen op punten, jongens. Ja, dat bedoel ik. Nou, er is al een garantie voor punten, dus... Blair zegt er al uit. Ja. Uitrijden. Veel te weinig ongelukken. Nou, ga je gang. Ik heb mis. Ja, als je eruit hebt. Jongen. Ik schat ja, ze gaan meer dan vroeg, joh. Nou, ik rijd niet op rood, hè. Ja, maar zo op zo'n... Ik remde al eerder dan voor mijn gevoel, maar... Misschien ben je gewoon echt heel erg goed. Ja, ik denk dat. Zinno is wel echt heel goed, ja. Die Zinno komt zo snel dichterbij op mij. Tering, dit moet nog oppassen ook nog. Ja, hij is op dreef. Wat heeft die Zinno gegeten ineens? Even een stuurtje gewisseld met caps. Zij is zo. Hij rijdt ook op AI, zie ik nu. Oh, vandaar. Je durft ja, wel, Siddo. Jezus. Jee, maar ik heb nog nooit zoveel gezweet, jongen, tijdens zo'n race. Nou, ik weet, vorige zomer is het ook voor mij een keer echt een aantal keer heel warm geweest. Om nog een keer Singapore herinneren. Oh ja, dat is waar. Ja, dat was Singapore en dat was dan ook gewoon net zoals real life, zo'n beetje. Zero krijgt gewoon een DRS van die flikker, hè? Godverdomme! Anders was je de mijne geweest, joh. Ja, zullen jullie dat dan mooi bij doen? Gewoon dat die gevechtjes en zo. Wat mooi, het ligt nog lekker dicht bij elkaar. Ja, maar. Omdat we allemaal andere bandenstrategie ook rijden. Ook zelf als Niels, Soft Media. Ja, ik niet. En achter mij ook niet. Nee, Alves en Joy en Koos doen allemaal wat anders. Maar ik hoop een beetje gebruik te maken van het feit dat ik ondertussen gewoon zo ver weg kan rijden dat het moeilijk wordt om het laatste met de soft mij nog in te halen. Ja, ik ga nog wel wat terugvallen, hoor.
Zo. Maar jou kan ik echt niet inhalen. Je hebt veel te veel space. Doe maar, kom maar terug in, Joy. Ja. Daar kun jij niks aan doen, Alvis. Je had hem gewoon maar kunnen pakken, hoor. Nee, ik kreeg een warning. Ik moest hem teruggeven. Ah, oké. Wat gebeurde er dan? Nou, nah, ik raakte mijn mastervleugel jouw achterban bij dat stukje. Oh, weird. Dat voelde ik helemaal niet eens. Ik zag wel dat je dicht in de buurt was, inderdaad. Maar ik zweet je, je voelt tegenwoordig niet meer in je stuur als, nee, als je iemand raakt. Ja. Je hoort hem alleen maar. Ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje op een gewaagd plekje zat, maar... Daarom blijft het hele gevoel met de game verloren. Ik heb ook het hele gevoel... Sindsdien crasht de Smash Rocket ook niet meer, hè? Dat is ook wel een ding. Hè? Sinds je niet meer in je stuur kan voelen of je iemand raakt, crash je niet meer. Nee, dat klopt. Was al een breakje. Is de lol eraf? Ja, eigenlijk wel. Oké. Wat is dat? Topspin de vormen. Maar echt midden in de bocht. Wat gebeurde daar? En die lange doordraaien. Voor. Nee. Alleen maar lange doordraaiers. Ja, op die laatste sector wel, ja. Maar die ben naar voren afgebocht. Je hebt zo'n mazzel gehad, Sido. Als ik je daar had gewoon gepakt met de DRS weer. Ja, dan had ik je de volgende ronde weggepakt. Ja, maar dat kost allemaal tijd. En jouw banden gaan eraan. Oh, die gaan er sowieso wel aan. Maak je zij toe, Kree. Nou, jawel. Als je moet inhalen, is het anders, hoor. Had ik bijna een crash in bocht 2. Wie zitten er nu voor Shadow dan? Alleen Niels en Sinio? Ja, alleen Niels en Sinio. Waar is Captain? Maar Niels kom ik niet dichterbij bij. Hij had een drive. Ja, hij had ook een drive toen nog. Dat is zonde. Ja, door die kut Virtual Safety Car. Tuurlijk. Ik dacht dat ik aan het inlopen was op Caves, maar ja. Ja, waar rijdt Caps eigenlijk? Ja, voor mij. Oh. Komt er in ieder geval aan. Kerel, ik zweet me kapot. Echt, jongen. Ik ben blij dat ik die ventilator op mijn bak is opstaan. Ja, ik heb dus geen ventilator meer. Oh, dat is het. Godverdomme. Maar die ventilator is ook voor je Messi, toch? Dat is een rijwedstimulatie. Ja, precies. Is gewoon 4D. Ja, precies. In deze bandjes ook wel aardig te merken, joh. Ja, bij mij nu ook. Dan moet je nagaan bij de soft. Dat vind ik best wel lekker rijden. Ja, ik moet zeggen, ik had bij mijn eerste setje had ik minder problemen als nu, hoor. Toch maar weer naar soft straks, hè.
twee keer soft uitrijden. Ja, zou misschien wel kunnen hoor. Jezus, ik blijf nu de hele tijd track limits daar krijgen. Dat gaat me wel een dingetje opleveren, ben ik bang. Pinnetje. Tractieproblemen all over the place. Ik heb echt. Hoe rond je schijn heeft de dingen? Sinds ronde 11. Oh, oké, die van mij zijn twee rondjes jonger, dat wel. Nou, die van mij geeft echt totaal niet meer mee. Maar ik heb hetzelfde met mediums hoor. Ja, en daar moet je natuurlijk wel wat langer op. Ja, ik wou net zeggen. Niet gewoon te warm. Wat ik zeg, ik krijg de hele tijd ook track limits nu naar bocht 6. Maar mijn banden zitten, mijn temperatuur zit ook elke keer rond die 100 graden. Dus echt... Ja, dat bij mij ook. Maar als je een graden erboven gaat, dan ben ik, doe je het meteen. Ja, het valt bij mij nog mee, het staat op 90. Ja, misschien is dat ook wel een verschil tussen de mediums en de softs. Ja, ik denk het wel hoor. Te snel op het rechtstuk, man. Kut. Ik doe mijn best, man. Zweethandjes 2, tering. Nou, zeg het over de undercut. Ja, lijkt me verstandig. Ik zou die proberen. Kom je bandje niet tot het einde? Met undercut. Jawel, dan kom je niet voorbij Koos. Ja, dat kost je wel echt tijd, man. Ja, ligt eraan. Nou, je zit al een tijdje, zit je achter me. Je zit wel echt vast op dit moment. Oh, dit kost me tijd. Ja. Ja, klopt, klopt. Wanneer moeten we weer naar binnen? Heeft iemand op de harts gereden? Nee. Ik nog niet, ik ga zo naar harts volgens mij. Dacht ik, weet ik niet zeker. In such a medium meer. Weet niet. Maar ik dacht dat ik toen ik de dingen zag. Bij? Ja, maar ik dacht toen ik de pit strategy zag, ik dacht dat het wit was, maar kan ik zo ook even kijken.
als je soft, medium, hard, lijkt me sterk. Maar ik heb dan, als ik namelijk soft, soft, medium heb, dan heb ik gewoon echt een hele stap soft op allebei de compounds. Ja, hoe heet dat? Het ding is, ik heb gewoon niet goed gekeken. Je kunt wel, dan je ga kunt ik... het wel zien, ander. Nou, nu heb je mijn joy. Nou, ik weet niet. Ja, ik spinde daar bijna. Dus nu, ja, ik nu moet je meer easy hebben. Dus dat hielp niet mee. Nee, ik ben er niet. Dan ben je ook geen Stone Cold Killer. Dan kan je beter voor die undercut gaan, ja. Nu is Enjoy nu vernederd? Ik denk het wel. Oeh. Wacht maar, Koos. Oh. En je force me nu bij. Ja, ik zie ook wat je probeert te doen, dus ik moet een hele andere lijnen rijden. Holy shit, ik heb fucking front left is bij mij 72% wear. Ik heb hem echt helemaal kapot gereden. Het heeft dus wel, ik denk dat het gewoon letterlijk effect had dat ik in de eerste ronde zo tyfus hard bij deze stamp. Daar gaat u! Ja, je positioneert hem wel goed. Ja, ik wou het zeggen, ik rijd niet smerig of zo. Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar... Ik bedoel, ik heb alle moeite met je, maar... Ik moet er hard voor werken, inderdaad. Godverdomme. Ik krijg allemaal warnings in mijn oren geschreeuwd door mijn engineer. Waarvoor? Zegt hij dat je het wel kan handelen? Voor mijn tires. Hij zegt, dit kan allemaal niet meer wat je nu aan het doen bent, jongen. Je moet echt gaan pitten. Maar anders kan je ook een klapband krijgen, toch? Klopt, ja. Maar boven de 60% heb ik kans op mijn puncture. Ja, nee, ik zat dus op 75% heb ik niet op mijn tire, waar ben ik eigenlijk allemaal vol leg. Zijn binnen? Ik ga voor mijn mediums. Ik heb ook mediums, hoor. Oh, hij heeft opgegeven! Misschien? Vet. Nee, het waren vette battles, man. Ja. Maar er komen er nog meer, coach. Mag maar. Dat denk ik ook wel, ja. Nu achter, Sido? Ga jij hem uitrijden, Sido, op medium? Ja, is wel de bedoeling. Jij durft. Dat is ook volgens mijn predicties moet dat ook kunnen. Vertrouw we mijn team. Weet allemaal hoe die Pirelli predictions zijn, hè? Nou, ik heb eerst een andere belangrijke taak, even. Daar ging ik in de vaat. Hoe zou nu ineens wel Koos, verdorie. Ja, druk is eraf, hè. Ja hoor. Het was wel op het punt dat ik denk dat je me had kunnen hebben dan, hoor. Als je op een gegeven moment zoveel tire hebt, dan is een foutje ook zo snel gemaakt. Mm.
approaching the pit window, you'll be on the mediums. Ligt op tijd dat ik er binnen ga, Kos. Ja, ik ga er volgens mij volgende ronde. Ja, oké. Okay. Ik heb 7 op de strafsecondes. Nou, ik denk dat ik ook nog wat 3 pak, want ik zit al op 2 warnings volgens mij. Ik denk volgende ronde Alvis, want zeiden soon. Ja, dan is het volgens mij altijd nog 2 rondjes. Ja, nou dan klopt dat. Ja, deze ronde Alvis. Prima. Oké, okay, daar gaan we. Ik ben benieuwd welke banden ik eronder krijg. Oef. Het moet gewoon nu een medium zijn, of niet? Ja. Wees maar blij. Hard is inderdaad niks. Can't confirm.
Hoezo ben jij naar hard gaan dan? Ja, ik dacht... Hij ging al veel eerder, hè? Ik denk dat ik wel in problemen ga komen met Tireware. Ja, wel? Dat denk ik wel. Wie zit er het dichtst achter je dan? Alvis op 8 seconden, maar die moet... Ja, die moet naar binnen. Dan is er toch niks aan de hand? Nee, in principe niet zoveel, maar... Wel even iets om rekening mee te houden. Oh, wat heerlijk op nieuwe banden, zeg. Hoeveel percentage heb je, Niels? Ik zit op 10%. 12, 11, 12, 12. Oké, dat is ongeveer op hetzelfde als mij. Nee, want de rest ook zei dat, dat ze na, nou, het was het 15 rondjes op de mediums al begonnen te glijden. Nou. Wij moeten er iets van 26 op doen ofzo. Levensgevaarlijk bot. Charizard bedoel je? Ja. Ik heb een goede band, maar je kunt zeker showstopper. Wat zeg je? Deze is een goede band, dat je goed kunt zeker. Nou, dat valt op zich wel mee, maar die mediums gaan ineens lekker bij mij. Dus wanneer rij je daarop dan? Ronde 10 of zo, denk ik. Zo'n 24 ronden nu. Nee. Ergens in die richting. Natuurlijk, met die virtual safety car ging het iets anders, maar zoiets zal het wel zijn. Gap to car in front is 2.6 seconds. Ik zeg, dat is wel iets wat ik merk. Als ik op controle speel, dan ik altijd meer tireware dan dat ik... Omdat je harder stuurt. Ja, agressiever, het is gewoon agressiever rijstijl, ja. Inderdaad. En ik pak even mijn moment of fame in de top 3, dat is ook zo. Lekker. Ah, moet je even voor genieten. Daarom. Dit is toch eigenlijk het niet meer redden, dus... Doe wat techniek dat hij in top 3 rijdt. Ik ga deze ronde... Altijd toch, Blast? Dat je me niet dacht. Ja, ja, altijd. Ja. Als ik één rondje was doorgegaan, had ik nog wel een DRS gekregen, denk ik, van je. Nou, dan is ik precies op het goede moment gestopt. Nee, maar ik merkte wel dat ik denk een rondje ietsje te lang. Mijn voorband ging er wel iets aan nu. Maar op zich, de achterbanden gingen vrij goed. Inmiddels zie ik het gevaar aan de horizon verschijnen. Caps, kut! Ja, 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 racen, jongen!
Stampen! Ga je er niet meer bij halen, hoor. Nou. Het zal wel heel knap zijn. Ik heb geen idee wat voor tempo je rijdt, maar... Ik krijg al de hele tijd hetzelfde zo zitten. Ah, oké, dat is goed. Houden zo. We gaan doen. Alleen die track limits zijn bij mij wel een probleem. Dat, ik heb er nu al 9. Twee warnings, man. Ja, ik heb allebei bij bocht 1-2 combinatie. Ik krijg ze juist veel in die chicane daarna. En bij bocht 2 kom ik dan te wijd uit, omdat ik dan gewoon vol op die curb 1 is. Scheuren en helemaal naar buiten uit, Wash. Ja, daar komt ie. Gezondheid. Ja, dank u. Back at square one, enjoy! Ja. Maar... Ja, dat was sneller dan ik hoopte. Heeft die gok van die undercut toch totaal niet gewerkt? Ja, maar nou, hij lag voor me wel ver, hoor. Straks, ja, maar ook een context komen. Nee, grapje, daar ga ik niet meer bij kunnen houden. Nee, ik bedoel meer dat hij dan naar de, dat hij daarom naar de hardjes is gegaan, dat heeft niet echt gewerkt. Nee, zeker niet. Maar je weet niet hoe lang zijn mediums het volhouden nog, maar... Nou, vooralsnog zijn ze heel erg lekker. Weet zeker, Koop? Ja. Hij heeft veel jongere banden als dat ik heb. Ik heb, ik heb ze denk ik nou... Bijna 10 ronden ouder als dat hij heeft. Nou, nee, misschien niet helemaal zoveel. Ik denk niet dat het veel scheelt, inderdaad. Zo, 10? Jij ging rond rondje 33 of zo, toch? 34 of zo? 35 dacht ik. Ja, 7, 8 rondjes of zo.
Natuurlijk. Oh, ook een goede middag. Daar gaat Caps. Zo. Hoorde dat geluid ook bij Caps? Nee, dat was echt... Oh, nee. Ik wou het zeggen. Ik dacht dat er wat afgeknapt was, inderdaad. Was dat wel fijn, hè? Ja, dat het eraf ging. Dat was een beetje wat minder druk hoef te maken. Nou, ik zat er al vlak achter. Nu heb je een Hunter de Koos achter je aan, ja. Oh, dat maakt niet zoveel zorgen om. Oké, wie staat er boven jou in het klassement? Oké. Ah, dat klopt. Oké. Maar ik heb het over deze race. Oké. Nee, je had een grote bek. Kijk, mijn ambitie is om een race te winnen, maar mijn doelstelling is om voor jou te finishen. Ja, kijk, het ding is, race winnen voor jou, uit Den Boze, vergeet het maar. Echt, dat eindigt alleen maar in teleurstelling. Ik heb hier voor mij één race gewonnen, maar... Toch! Stijf bovenaan, hè, deze jongen. Ja, die consistency. Goh, ik kom het zeggen, dat gewoon helpt heel consistent. Zelfs een kapot stuur krijgt hem niet gek. Hey, hoe zit het daarmee eigenlijk? Ja, hij komt als het goed is van de week weer terug, dus... Wat was nou kapot precies? Weet je niet? Nee, weet ik niet. Ik zou moeten kijken, misschien dat ze het er wel bij vermeld hebben. Maar... Nee, CDL, je hebt hem gewonnen, man. Ik krijg 3 seconden penalty aan mijn broek, helaas. Hebben we tenminste allemaal een penalty. Dat heeft bijna iedereen inmiddels, behalve CDL. Ja, maar behalve als ik het niet had en ik rij achter CDL. Ja, maar helaas. Zal ik eerst naar me toe rijden, hè? Ja. Nou, ik kwam dichterbij, maar te weinig. Ah, er zijn nog 12 rondjes. Kan veel gebeuren. Ik hoop het. Al moet ik zeggen, ik ben redelijk tevreden. Ja, ik ook. Het is mijn eerste podium dit seizoen, dus... Zo eindigt, mensen. Ja, dat hoop ik ook. Barcelona ook wel goed bezig, hè? Barcelona? Wie? Ja, 525 miljoen lening afgeschoten. Oh, nice. Die hadden ze toch al? En weer een nieuwe. Super ver nu, hè? En je moet het erbij kunnen halen. Nou, die kostte in ieder geval geen transfersom. Ah, dat is waar. Hij zal flink wat salaris kosten, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Sander, dat vragen we ons allemaal af. 550 lijkt me iets wat te veel. Voor zijn salaris dan. Ja. Dat is alleen al om zijn hoedenverzameling te verplaatsen. It was at this moment Coast knew he fucked up. Wat is hij? Ik maakte een foutje. Caps was er meteen om mijn ass te kicken. Ja,
switching to a lower fuel mix, we may not finish on the current settings. Wat een leuk treintje zo. Hey, Bob. Oh. Jezus. Die had ik niet verwacht. Ik had de eerste stint dat ik wel gewoon wat leuker zag. Was het gewoon, zat ik te racen. Maar nu, de rest van de race heb ik echt alleen maar gewoon in mijn eentje. Saai, hè? Nou, niet dat je me daarover moet klaarkomen. Ah, je komt mij zo weer tegen, Niels. Ook altijd zo. Altijd gezellig, toch? Daarom. Maar de eerste die ik hier voor me zie is Cherryzaar. Ja, die ben ik al twee keer tegengekomen. Dat we nog even oppassen. Oh jongen, dat kun je kocht. Doe normaal. Of zoals Blijs zou zeggen, wat een kutbaan. Yeah. Oh, koers lekker. Ja, kon niet anders. Lekker hoor. Ik heb wel een warning gekregen. DRS train! Maar. Lekker dicht op elkaar. Oh ja, overigens als jij achter ze blijft, dan pak je ze met de penalties. Nou, niet allemaal waarschijnlijk. Nee, maar wel een paar. Ja, ik wou net zeggen, Alvest gaat goede zaken doen, man. Ja. Ik pak straks even twee plekjes. Wauw, dat is iets naar rechts sturen, vuile klootzak. Ik neem helemaal niks. Echt wel? Nee, man. Pak hem, Caps. Ja, hef me al. Dat weet ik. Mijn bandjes zijn wel kut, zeg. Shit, 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 shit. Sorry. Oh, nee. Touché. Ik zit nog 95%, Niels. Ik zit hoog. Oh, nee. Ja. Kut, wat is er daar gebeurd, jongens? Kleine touché, ik zat aan de binnenkant bij Cavs. Kleine touché, ik spin. Iemand rijdt vol op me in, ik kon niet zien wie dat was. Dag en haast. Ja, dat is ik, man. Oh, man, joh. Dat allemaal zonder safety car. Ja, nou, wonder boven wonder, moet ik zeggen. Want het was echt een hele zware crash. Daar op de baan is natuurlijk echt zoveel uitloop. Nee, maar ik bedoel, het was zo'n grote crash. Het is bijzonder dat er geen auto is uitgevallen. Ja, dat is waar. Ja, ik heb alleen geen vleugel meer, dus... Dat is wel echt helemaal gezien. Ik weet het niet, ik heb zoveel tire wear. Jij had nergens last van, toch, Caps? Hoe bedoel je? Jij crashte niet, toch? Nee. Oké, mooi. Dat was mijn fout namelijk.
Ik probeer daar sneaken tussendoor, maar... schakel alleen mezelf ermee uit. En enjoy dan. Sorry, enjoy. Ja, nee, kan gebeuren. Je rolde precies de kant op die ik niet had gedacht. Ja, ik was de passagier, dus ik kon er ook echt verder niks meer aan doen. Dat is ik zeker waar. De Robert Dornbos bingo is weer compleet. Ja, maar het is een feit. Ah, zonde man. Dat was best wel een lekkere race namelijk. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen om zoveel tire te krijgen. Ik heb nergens last van op zich. Ik zit dus al bijna weer boven de 60 en ik ben gewoon bang voor een puncture. Heb je ruimte om naar binnen te gaan dan? Nou, niet echt. Ik zit 14,5 seconden achter hem. Nee, dat zou ik niet doen, nee. Heb je nog een setje rooien? Ja, dat wel. Ja, ik kan je een poging wagen, hè. Maar... hoor je dat? Oh! Het was meer... Ja, hij doet het, hè? Ja, nee, ik wou het eigenlijk helemaal niet doen. Oh, heb je hem toch voor heel laten lullen? Ja, maar ik wou kijken of ik nog soft... Ik wou switchen naar nieuwe soft. En toen ging het mis en toen was ik al van de baan geschoten. En nu heb ik alsnog nieuwe medium, dat ik gewoon niet nog tijd kon switchen. En toen was ik al gecommit to the pit lane, dus ja, helemaal kut. Ja. Yeah. Nou, helemaal top, Niels. Ja, word ik toch weer genaaid, hè? Direct een concurrent die gewoon de punt in de schoot geworpen krijgt. Oh, hier, alsjeblieft, pak jij maar. Ik ga proberen nog een max verstappen voor je te poelen, Koos. Ja, dat heeft geen zin, zo weinig ronden voor het einde. Ja, dat was bij jou wel te zien ook, ja. Boven de 60 nou. Voor mij zijn er ook redelijk klaar mee. Die AI, blauwe vlag. Ja. Ik heb daarin mijn penalty. Al hard dichtbij, Niels. Ja, ik ga er ook nog wel voor.
Ik heb het idee dat mijn banden ook op zijn. Ik begin ook langzaam te glijden met mijn bandjes. Sorry. Ik krijg mijn tweede penalty. Nou, dat vinden we. Dan ronden we het zo af. En dan word je dan om meer te gaan verdedigen. Met die eerste bocht een beetje te scherp. Doet je het toch, hè? Ik zit nu echt te zweten, jongen. Ik was nu echt gewoon zo hard als ik kon overal waar ik mijn tijd kon vinden nog tijd proberen te pakken. Ik was gewoon een beetje boos, want ik pestte het zelf heel erg hard. Super top de Charizard, man. Seconds.
It'll take a lot to take me away from you. There's never another 100 men on all could ever do. I'll cast the rains down in Africa. It's gonna take some time to do the things you never had. Vamos a la Mexi. Yo, Milo, dankjewel voor de resub. Ik zweer het je, Enjoy. Je moet me eigenlijk bedanken, man. Wat dan? Dat heeft je positie opgeleverd. Ja, hey, bedankt, hè. Ja, graag gedaan. En als jij ook nou meteen naar binnen had gegaan, dan hadden we nog mooie specht gehad ook. Ja, ik durfde het niet. En uiteindelijk dan hadden ze ook de neus moeten vervangen en shit. Ik dacht, de enige manier waarop ik nu nog van coach ga winnen, is door te pitten. Ja, nou, en gelijk heb je. Nou, uiteindelijk toch een beetje een nare race zo, man. Stond gewoon P4. Ja, dat is mooi. Ja, zuur. Ai! Oh, verdomme! Wat gebeurt er? Shit! Dat is kwijt, joh. Ik kreeg een tikje achteraan. Ik raakte je niet. Nee, raakte je niet. Oh, jullie zijn nog aan het racen. Oh, sick. Ja, best wel action-packed race, man. Ik wou het zeggen, dit wordt nog mooi, man. Jezus, of is blokkeerd daar een beetje. Oh, er nog een paar bochten te gaan. Nee, dat was ik niet die blokkeerde. Ja, ik zie je. Nee, ik zie jou blokkeren ook. Ja, dan klopt het misschien niet, maar wij zagen je hier blokkeren. En caps, super, man. Door die dubbelaar. Anders had ik gewoon rustig kunnen rijden. Kom maar. Maar rij jij niet meer dan, Koos? Nee, hij was al gelept. Ja, ik was al gelept. Ah, toch nog vierde, dus, ja. Maakt niet uit. Ja, de penalties. Ja, eigenlijk, ik had geen penalty kunnen hebben met die dubbelaar, want die duwde mij naar buiten en ik moest hem ontwijken. Of maar je had toch ook een penalty? Ja, door die dubbelaar. Ja, maar ik had 9 en of Caps had 6. Oh, daar had Caps nog 3 erbij gekregen op een gegeven moment. Ja. Maar voor het gevoel is het wel lekker dat ik toch nog... Lekker hoor. Hey. Nee, gelijke caps. Ah, wat een toffe race. Hé, waar is de rest eigenlijk? Wat iedereen in de punten en niemand vecht, bij wijze van spreken? Hé, zo kan het ook. Waar is de rest? Ja, ik moet zeggen, ik heb alleen maar, eigenlijk de hele race lang, alleen maar battles gehad. Ja. De hele race lang. Ja, dat was een leuke race, ja. Heb ik al lang niet gehad ook. Zeg maar, veel, de vorige race waren altijd gewoon de hele tijd in de middle of nowhere rijden. En nu alleen maar. Ja, precies. Ja. Het is wel beter. Ja, kut man. Ik had gewoon vierde moeten worden.